finale hier op de baan van RFCC Wheels. Recreatie trein de Pollen Akker is waar het gaat gebeuren hier. Het is de topcompetitieavond, de laatste topcompetitie van het seizoen. Paul van der Leij is in de leiding hier op de kwartfinale. Vier rijders gaan zich kwalificeren. De rest is over een sluiten. Op 2 van Mierlo. Op 3 door 1, 1-0 door Rollenberg. En wie gaat er dan op 4 weer kwalificeren? Verhagen Corner. Op plaats nummertje 4, de 1-1-0-6. En dan nemen we mee daar als laatste Matthijs de Ruiter.